in de categorie Sportvrijwilliger van het jaar 2022. De verbindende factor in sport en gemeenschap. Juliette Brokke. De onmisbare stille kracht van SCBC Racehof. Adrie Vissers. Al meer dan een halve eeuw is hij actieve vrijwilliger. Louis Meijs. Juliette, docente Engels, is gelukkig al vanaf 2005 trainster van de selectie groepspringen van de Udenhoutse Gymnastiek en Turnvereniging door oefening sterk. Juliette maakt dat waar. Haar teams vielen afgelopen seizoenen in de prijzen bij het NK. Zij zorgt ervoor dat een team samen tot prestaties komt, verbindt de spelers onderling en met de vereniging en de dorpsgemeenschap. Bovendien haalt zij met speurtochten, workshops en flesseninzameling fors geld binnen voor de vereniging. Zij maakt van ieder sportsucces, klein of groot, een feest, zodat na afloop iedereen met een glimlach naar huis gaat. Wat een topper! Ooit begonnen als badmintonspeler en nu al meer dan 20 jaar minstens 2 dagen per week actief voor de club. Adrie is een kei om badmintonners te trainen en bij te spijkeren. Hij doet dit op maat. Hij weet iedere speler op zijn eigen spelniveau te bereiken en te ontwikkelen. Spelplezier en groei in het spel gaan daardoor hand in hand. Valt een collega trainer uit, dan springt Adrie in. Moeiteloos neemt hij de training over. Bovendien denkt Adrie mee, stelt de juiste vragen en is kritisch. Zelf stelt hij zich bescheiden op. Hij blijft graag de stille kracht. Maar wij zetten hem in de schijnwerpers, want hij verdient het. Zestig jaar geleden begon Louis als renner bij TWC Pijnenburg en snel ook als vrijwilliger. Hij pakte tal van klussen aan en ontwikkelde zich als bestuurder. Van voorzitter van de jeugdcommissie tot penningmeester van de vereniging. Bij de gemeente Tilburg kreeg hij niet alleen gelden los, maar wist ook een verkeersvrij wielerparcours te realiseren. En een clubhuis. Door zijn inzet werd de stichting Wielerevenementen Tilburg opgericht en werd het NK Veldrijden afgelopen decennia meermaals te Tilburg georganiseerd. 30 jaar penningmeester en bijna 60 jaar vrijwilliger. Hartelijk dank en chapeau!